Rick, wat is hier vandaag gebeurd? We zijn op alle fronten afgetroefd en het was een beschamende vertoning. Jullie speelden voor de zesde plek vandaag? Ja, dat klopt. En uiteindelijk ben ik als trainer verantwoordelijk om dat besef bij de jongens neer te leggen. Maar is dat mij niet gelukt? Is misschien niet voldoende genoeg gelukt, want je gaat er vandaag met 3-0 af. Heb je vandaag enig moment het idee gehad dat het er wel in zat? Nee, eigenlijk niet. Als je zo slap aan een wedstrijd begint, terwijl je weet natuurlijk dat hier de messen geslepen zijn, dan kijk je al raar op de manier waarop je achterkomt. Dan is er een fase waarin ik denk van dat we wel in de wedstrijd kunnen komen. Dan krijg ik maar een paar kansen. Maar uiteindelijk bleven nog steeds alle duels en alle 50-50 ballen in het voordeel van Willem II. En vind ik dat we ons moeten schamen naar de fans die hier vandaag geweest zijn. Wat kan dit stukje gelatenheid misschien zijn in jouw ploeg? Nou ja, gewoon niet de volledige focus hebben en misschien ergens op twee gedachten hinken. Maar dat het ver ondermaats was, dat is wel duidelijk. Hoe heb je het geprobeerd te sturen in de rust? Want dan heb je nog alle tijd om er een wedstrijd van te maken, zeker een tweede helft van te maken. Tuurlijk, kijk, het begint natuurlijk los van alle tactische plannen die we hebben met een bepaalde energie en strijdlust. Kijk, en die moeten allereerst aanwezig zijn en dat lukte niet. Uiteindelijk hebben we één wissel gedaan met Arthur. Nou, deed het wel vrij goed, vond ik. Ja, uiteindelijk hoop je dan die aansluitingstreffen te maken. Maar sterker nog, bij spelervattingen zien we er ook niet goed uit. Eerst kan Erik nog redden en daarna zitten we er weer niet bij. Ja, en die derde was natuurlijk helemaal ongelukkig en zo was het natuurlijk wel een verloren middag. Heb jij enig idee waar zo'n verval zoals vandaag vandaan kan komen, een complete off day? Nee, dat kan ik je niet uitleggen. Ik als trainer ben daar verantwoordelijk voor. En ik ga er nu alles aan doen om het zo goed mogelijk weer te doen in de play-offs. En dat is het enige wat ik erover kan zeggen. Ja. Want dan heb je een paar dagen om te repareren. Hoe ga je dat doen? Want er moet toch wel een bepaalde grip en een bepaalde beleving gaan komen bij die jongens? Ja, en het leek er ook op afgelopen week tegen AZ alsof dat er was. Maar nu was het compleet weg. En uiteindelijk denk ik dat het niet verstandig is om heel veel te gaan praten. Omdat we al heel veel gepraat hebben. Het is nu tijd om te doen. En dat is hetgene wat er nu moet gebeuren.